Yes, we zijn weer terug bij een gloedje nieuwe Blast from the Past. En ik weet dat iedereen wel altijd een vol leven leiden. Maar vandaag gaan we het hebben over Half-Life 2. Want het glas zit half vol. Melk. Melk? Is echt goed niet chill. Nee, man. Ja, wel. Oké, cool. Feach. Goed Thijs, het is 2004. Zo. En Half-Life 2 kwam uit. Ja. En toen werd iedereen helemaal lijp. Zo. Want dit is echt serieus één van de games die overal op nummer 1 staat. Bij het toplijstje. En ik ben blij dat we hem hier vandaag namelijk ook kunnen bespreken met Blast from the Past. Want als ik Half-Life 2 zeg, waar denk je dan aan? Nou, ik denk natuurlijk gewoon gelijk aan het begin van die game, weet je. Je zit op die trein, je komt aan in die stad en je moet eigenlijk een soort van... je bent een soort van vluchteling. En jij wordt helemaal geleid door guys met dikke mitrailleurs en je moet naar een of ander kamp toe. Maar ja, je voelt hem al een beetje aankomen. Daar heeft het hoofdpersoontje geen zin in. Nee, jij bent fucking Gordon Freeman. Je komt inderdaad aan in volgens mij City 70, als ik me niet vergis. En je wordt gelijk inderdaad in die wereld gegooid. Je ziet overal videobeelden met die leider daarvan. En het is eigenlijk rechtstreeks een opvolger van deel 1. En het toffe aan Half-Life 2 was, hij kwam met een nieuwe engine. Ja, een Steam engine. Yes. En dat echt het zag nu eruit. Nog steeds. Dat water, de physics. Want het toffe wat eigenlijk Half-Life 2 een beetje onderscheidde van de andere games waren eigenlijk twee dingen. Het liep altijd door, geen cutscenes. Jij was gewoon in het verhaal en was toen de tijd was het echt nieuw. Ja, zeker. En het feit dat je gewoon met physics kon spelen. Ja, dus je kon van die dozen optillen inderdaad. En dan moest je erop staan en dat had je eigenlijk daarvoor, zag je dat bijna nog nergens. Nee. En dat werkte zo goed en zag er zo vet uit. Dat we het echt tegenwoordig in geen enkele game meer terugzien bijna. Nee, bijna niet, nee. Heel weird eigenlijk. Nou. Maar wat ik het allervetst vond aan Half-Life 2 is eigenlijk dat constante gevoel dat je opgejaagd wordt. Oh, wow. Want echt gewoon letterlijk de hele fucking wereld zit achter jou aan. Nou ja, met als hoogtepunt. Op een gegeven moment moet jij ontsnappen. Dan word je echt op de trappen achterna gezeten. Ja. Moet je via het huis ontsnappen. Van al die mannetjes met zo'n elektriciteit. Ik ben even de naam vergeten. Ja, zo'n stroomschok ding. Dat is en, niet fijn. Het ding is dus van Half-Life. Je zit in een hele realistische wereld. Maar jij hebt, of ik weet niet of jij het was... Of iemand anders, maar er is iets opgefokt waardoor allemaal monsters vanuit een ander universum in jouw wereld zitten. Ja, ze wouden gaan tijdreizen of zo, dat was het toch? Ja. En daardoor is alles misgegaan. En dat, ik vind dat zo tof aan die wereld. Dat je aan de ene kant in een hele realistische wereld zit, maar je hebt monsters en dingen die op je afkomen. En je bent constant inderdaad maar op de vlucht. Ja. En voor mij het hoogtepuntje, op een gegeven moment kom je in een hovercraft en dan moet je een heel stuk over water. Nou, dat level, dat is zo, het is gewoon te sick voor woorden. Ja. Maar het heeft ook gewoon mee te maken dat die game had zoveel ingrediënten wat je dan niet eerder gezien had en wat je vandaag de dag ook niet meer ziet eigenlijk. Dat inderdaad, wat jij ook al zei, het verhaal loopt aan één stuk door. Ja. En dat constant gevoel dat je opgejaagd wordt. Het is gewoon... Maar je leeft je ook echt in. Ja. Kijk, weet je, in Call of Duty bijvoorbeeld, je schiet gewoon even 100 man neer. En dan krijg je een of andere cutscene waarin je zojuist de hele wereld gered. Maar in Half-Life 3... Of schiet je Half-Life... ook 100 man neer. Hoor je wat ik zei? Half-Life 3. Ja. En die komt nooit. Die komt nooit, nee. Fucking... Nee, maar goed, in Half-Life 2 schiet je dus 3 man neer en vervolgens ga je gewoon weer keihard sprinten. Maar dat is ook niet waar, want je schiet heel veel mannen... Wow, mijn stem is ook zelfs over. Omdat ik een leugen heb gedetecteerd. Thijs de fucking Bond. Nee, in Half-Life 2 schiet je ook vet veel mensen neer. Op een gegeven moment krijg je ook die gravity gun. Moet je shit oppakken, shit schieten. Chaos alom. Ik zou het tegen iedereen nu aanbevelen. Heb je een fucking PC? Heb je nog nooit Half-Life 2 gespeeld? Koop die shit! Ja, het mag is wel ik? Echt. Ja, nee, dat mag je van mij gewoon zeggen. Je mag dat van mij gewoon maar zeggen. Maar Thijs, wat was jouw Blast from the Past? Ja, zo in Half-Life 2, zeg eerlijk, Veer, er zijn zoveel momenten die gewoon echt even de moeite waard zijn om de kijkers nog even één keer naar te laten kijken. Ja. Maar voor mij persoonlijk denk ik toch wel die hovercraft. Ja, ik hou daar gewoon van. Nou, laten we een stukje gaan kijken dan. Oké, tot ziens. Vergeet niet de comment achter te laten en te abonneren op Weet Je Wat Lama. Fijne vrienden. Hallo, abonneer op Fijne Vrienden.